jong. Hij is zeer jong. Dus dat is hoe ik het zie. Ik heb een mooie praten, ik vond het een interessante gast. Ja. Jonge kunstenaar, Nederlands kunstenaar. Ik vond het heel interessant wat hij me te vertellen had. Dom. Nou, luister, hoe was het? Nou, 35. Ja. Dat is jong, zeer jong zelfs. Dat betekent dus als je 16-jarige jongens en meisjes op het strand afbelt. Dat zijn de soort woenderkammer van afwijkende seksualiteit. Van afwijkende huidskleur. Van afwijkingen. Het is een soort medisch gruwelkabinet. Het is een Jan Toorop. Amazingly well. You've no idea how well you look. And you, beautiful, brown. You look as though you had plenty of sun. No matter else, give me my life. Sun. Do you know I don't like the sun? Oh yes, you do, really. You ought to be here before very long if he comes back by the first bus from. Only the poor, the people you wipe your feet on. Old men carrying their fathers! Mexico City. What time is the first bus? 10:30, 11:30. It's only 8:30 now. Yes. I think I'll have a bath, Jeff. Philosophers weeping in the dust will be saved! The beggars and the Oh, fine. There's hot water, you know. Perhaps I ought to get a little sleep. Yes, of course. I'll waken you, if you like, with a breakfast tray. That'd be wonderful. Stop walking in your sleep. Stop sleeping with me. Oh, Jeff. Right then. No, don't get up. I'm all right. Oh, by the by, I must apologize for still being in this fancy outfit. It's dusty, too. A bad show. I might have put on a blazer at least for your benefit. Oh, yes, very proper now that I've resigned from His Britannic Majesty's consular service. So you really have resigned? Oh, absolutely. I'm thinking of becoming a Mexican subject and going to live with the Indians like William Blackstone. Sound fellow, William Blackstone. Jeff, why don't we go away? Now? But we can't very well go away now, can we? What with you and me and one thing or another, don't you think? It's a little unfeasible, isn't it? Isn't it? I'm sure you'd understand. But that's not quite the point. Jeffrey, this house has somehow become evil. I mean, it's rather a dirty trick. Is it? What's the use of escaping from ourselves? All right, Jeff. Suppose we forget it till you're feeling better. Thank you.
op een dag komt daar aan de tovenaar Gandalf. En die heeft een ring bij zich. En die vertelt over deze ring. Hij zegt, deze ring, Bilbo, Frodo, deze ring mag je nooit om je vinger heen doen. Nooit. Want als je hem om je vinger heen doet, dan heeft die ring zo'n invloed en die geeft je... zo'n gevoel van macht dat je hele geest verandert. Dus doe dat nooit. Ik wil jullie vragen om met deze ring naar Mordor te reizen en de ring dan te vernietigen in de vulkaan. Voor de scheiding in de straat is het wel belangrijk. Er is hier alleen maar een kwalificatie. Maar de linkervoet slaapt nooit. Die is altijd constant in beweging, dag en nacht. Die speelt constant piano met mijn tenen. Echt waar? Ja. Daar slecht van. Daarom heb ik ook een klassieke insomnia. Ja. Ja, er is een ziekte die zoals ze nog geen naam hebben. Ze weten dat het neurologisch is. En die al 20 jaar. Die beestjes, karabezen, al dat vlees hebben opgegeten en alleen een soort omnulsel achterblijft met een leegte.
To fix the chapters of your lecture into the continuing painting. This is how the memory of Quentin works. But, all but silence. Now Quentin feels the obligation, a tourist, but also a personal obligation, to visit the grandiose palazzi and churches of Venice. And yes, his morphic talent brings him the most exciting visual and acoustic hallucinations. Being immersed in a cinematographic cathedral. All the painted masterpieces are as exciting as film scenes. They even have subtitles, to be better understood. What is normally a static painting, is now in Quentin's eyes a moving movie. And the normal reality is for him as a kind of fresco-colored painting. This is his synesthesia, in a never-heard-before variation. Nor Oliver Sacks, nor Ray Kurzweil, nor Rupert Sheldrake speak about the phenomenon he is. Now has insight in a big scandal, in which the famous Belgian artist Jan Fabre seems to be involved. His latest work is shown in Venice, and as in a killer movie. Ik ben de eerste. Ik ben de eerste. Gast, ja, kom hier graag. Ik heb al in verschillende palazzo's geëxposeerd hier. Dus ja. Nu ken ik zo'n huis van Ades. Mijn palazzo van. Dit palazzo heb ik geëxposeerd ook, 4 jaar geleden. Ja. Dat palazzo heb ik ook geëxposeerd, Jens. Dat roze. Dat ook, ja. Allee, joh. Die zei tentoonstelling heb ik ook al. De 2 vorige zat ik ook in. Ah, dat is ook een goede tentoonstelling. Deze tentoonstelling zit ik ook in. Wat maak je dan? Dat is tentoonstelling over glazen objecten. Ja. Die hebben ook een grote slaas van mij. Cameraploeg binnenlaat. Goedenavond. Did with his dead body. As a premonition. Ik heb een rustig glaas objecten. Die hebben ook een groot slaas van mij. Sorry. Rond het thema van Jeroemisch Bosch in Congo. Dat is allemaal de tekstschilder van de juweelkever. En die verzamel ik. Die laat ik verzamelen in restaurants in Indonesië, Maleisië, in Congo. Want mensen eten dat. En dan steken ze dat eraf, gooien ze dat weg. Zoals wij mosselen. Amai. Dat is je atelier? Ja. Dat is allemaal de dekschilden van de juweelkever. En die verzamel ik. Die laat ik verzamelen in restaurants in Indonesië, Maleisië, in Congo. Want mensen eten dat. En dan steken ze dat eraf, gooien ze dat weg. Zoals wij mosselen opentrekken en weggooien. Oh, oranje, gelig. Ja. Zie je? Ja. Oh, prachtig. Yeah.
Exactly.